Ik sprak laatst iemand en die heeft een heel succesvol bedrijf. En omdat hij een succesvol bedrijf heeft, kan hij in principe rijden wat hij wil. Maar hij rijdt 90.000 kilometer per jaar. Een jaar geleden koos hij ervoor om een Audi RS6 te kopen. En een jaar later, en dus 90.000 kilometer later, besloot hij om de auto weer weg te doen. Waarom? Nou, het lijkt heel leuk, zo'n RS6. En dat is het natuurlijk ook, maar niet voor 90.000 kilometer. Want je blijft maar tanken. Maar ja, je wil wel iets bijzonders en je wil wel die performance. Dus je gaat op zoek naar een soort van gouden combinatie tussen alledaagse bruikbaarheid en dus een heel hoog bereik. Veel kilometers op één tank kunnen rijden. En toch veel power. Het zijn normaal gesproken tegenstrijdige dingen. En dan kom je eigenlijk uit bij de diesel performance auto's. Waarvan er niet heel veel meer zijn. Porsche die heeft besloten om dat op te geven. Die hadden eerst de Panamera 4S diesel. Die bestaat niet meer. BMW heeft nog de MV50D. En Audi heeft deze SQ7 diesel. En ik denk dat dit echt een pareltje is. Een V8 diesel. De enige nog in zijn soort. En een bak ruimte en comfort waar bijna geen enkele andere auto tegenop kan. En die combinatie maakt het dat deze Audi SQ7 volgens mij de ultieme kilometervreter is. Maar ja, dan kom je uit zo'n RS6 en dan stap je in zo'n log beest als een SQ7. Geef een keer gas. Je bent natuurlijk heel wat gewend. En toch weet deze 4 liter V8 biturbo met elektrische compressor je echt te overtuigen. Het is niet die 435 pk, dat is niet eens zo heel veel voor dit soort auto's. Maar 900 Nm en dat is dus zelfs meer dan het koppel van een RS6. Dat is natuurlijk ook wat je echt in elke situatie voelt. Gewoon hè, even half gas iemand inhalen. Op je favoriete binnenweg een beetje doorstampen. Daar maak je gewoon heel veel gebruik van. En nog een voordeel, het ultieme voordeel. Het is niet zo dat je elke dag bij het tankstation staat. Want deze SQ7 kun je optioneel krijgen met een 100 liter grote brandstoftank. En als je hier een beetje normaal mee rijdt. Je hoeft je echt niet in te houden, dan rij je er prima 1 op 12 mee. Dat betekent dus gewoon 1200 kilometer per tank. Is uitgerust met een 8-bak ZF-automaat en dus niet met een S-tronic-bak met dubbele koppeling. Die kunnen namelijk dat enorme koppel van 900 Nm niet aan. En dit is echt een gouden combinatie. We kennen deze versnellingsbak heel erg goed, maar elk merk heeft zijn eigen configuratie, zijn eigen programmering voor de versnellingsbak. Dus ze gebruiken allemaal deze automaat, maar voelen allemaal net wat anders. En de combinatie van deze 4 liter V8 met deze automaat is echt heerlijk. Reageert echt goed, ondanks dat het een diesel is, op flippercommando's. Zowel op als terugschakelen gaat heel lekker. En zo weet hij echt dat enorme gewicht te verbloemen. En dat weet hij ook te verbloemen door een 48 volts systeem dat de stabilisering van de auto regelt. En dat enorme gewicht houdt hij dus gewoon ontzettend vlak. En daardoor is het ook een heel prettige auto om mee te sturen. Dat doe je alleen niet in de dynamic setting.
Want dan gaat ook de besturing in Dynamic. En die is echt heel erg slecht in Dynamic. Die is namelijk zo overdreven zwaar dat het echt ridicuul is. Echt bijna humoristisch. Dus ga even naar die individual setting en zet dat even gewoon in comfort. Dan rijdt die echt een stuk beter. Ja, de SQ7. Het is wat mij betreft de ultieme performance auto, kilometervreter, gewoon alles en iedereen erin en ga maar. Ben je nou geïnteresseerd in zo'n auto? Ga even kijken bij jcbaarse.nl, de Audi specialist. En misschien ben jij wel eigenaar binnenkort van dit prachtige exemplaar.